Naast dat ik als VA werkte, ben ik aan de VBIS Academy gaan bouwen. Toen begon het avontuur. Ik deed dat dus naast dat ik dus per uur met klanten werkte. Maar ik wilde dus van dat uurtje factuurtje model af. Ik ben dus allemaal lessen gaan maken, modules gaan maken, in een leeromgeving gaan zetten, zodat mijn klanten op elk moment van de dag, daar, of avond, of weekend, of nacht, nou ja, daarbij kunnen. En ik ook echt tijd voor ze heb, tijdens live dagen of coaching, om nog meer eruit te gaan halen. Voor mij een ultieme oplossing om uiteindelijk veel meer vrijheid te krijgen in mijn bedrijf. Voor mij is het een absolute uitkomst. Ik weet nog dat een van mijn eerste coaches zei, nee Daniel, je moet eerst één op één met klanten gaan werken en dan in groepjes en dan weet jij wat er speelt en dan kun je het pas online gaan zetten. Ja, en ik ben eigenwijs. Ik dacht, dat gaan we dus even niet doen. En daar ben ik onwijs blij mee. Want het heeft mij heel veel gebracht. Ook om het te maken terwijl ik het gaf. Want dat is ook echt een tip aan jullie als je zo'n stap zet. Ga niet eerst maken en dan verkopen. Want op het moment dat er geen klanten komen, heb je het gemaakt. Al die tijd erin zitten, al die energie. En dan, ja, crap. Kun je weer opnieuw beginnen. Dus ik ben het eerst gaan verkopen. En toen ben ik het gaan maken. En terwijl dat ik het gaf, dan weet je ook wat je klanten willen. Kun je ook bijsturen.